elke minuut die wij in Minecraft zitten, wordt de game moeilijker. Dat betekent willekeurige magma-bloks, lava die opeens in ons huis stroomt en bizarre monsters die spawnen in onze wereld. Als we dit maar gaan overleven. Naar het zwembad, naar het zwembad, naar het zwembad. Dit is zo'n slecht plan. Dit is zo'n slecht plan. De vorige keer dat we deze kist openmaakten en toen we het item pakten. Ja, nou, we weten wat er gebeurt. Het begon te regenen, het begon te donderen. Yep. De server wil niet dat wij dit item pakken, maar het is een blok of netherite. Dat moeten we toch meenemen? Die moeten wij toch wel hebben? We hebben trouwens echt maar heel weinig netherite. Ja, nee, daarom. We hebben alleen deze twee zwaardjes. Ja, dus dat zou wel een hele goede upgrade zijn. Yep, dus hoewel we weten dat het absoluut niet slim is om dit er nu uit te pakken, en dat hebben jullie ook echt in de comments laten weten, gaan we het wel doen. Want we hebben die netherite gewoon nodig. Oh. Weet je wat? Ik ga het gewoon doen. Echt? Ben je er klaar voor? Nee. Hij is eruit. Oh jee. Oh jee. Oké, het is echt niet normaal, dit hè? Dit is echt niet oké. Maar ik hoop gewoon dat het dit is. Weet je wel, dat het gewoon... Dat het nu voor altijd hier regent? Nou, niet voor altijd. Ik hoop dat op een gegeven moment de server denkt van... Nou, oké, ze zijn wel genoeg gestraft. We hoeven niet oneindig hiervoor gestraft te worden, toch? Waarom zou die hier boos om worden? Omdat het gewoon te goed is om mee te nemen, ja, eigenlijk in het verhaal? Of het is een challenge voor ons, hè? Oh. Ik bedoel, misschien moeten we gewoon... Oké. 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 Wat is dit? Wat? Dit is blijkbaar iets meer dan vorige keer. Ik hoop niet dat het is hoe langer we hem uit de kist hebben dat het erger wordt. Nee, dan gaat het eiland kapot. Nou, laten we snel dan de netherite in ieder geval gebruiken. Oh nee, ja, dan kunnen we het nu gebruiken om onszelf te beschermen. Ja, daarom. Is dat... In de Bob. Hallo, Perk de Flyer. Mijn hurdy wordt nat. Durg. Oh, en tegen de bamboe. Pas op, Bob. Oh, man. Oh, wat staat er? Wacht, een flyer. Wacht, we gaan daar binnen. Oh ja, hij zou natuurlijk een flyer brengen. Oh ja, dat zei hij. Even kijken, wat is het? Oh, deze is echt leuk. Hij heeft echt een flyer gemaakt. Oh, dit is echt... Dit ga je niet geloven. Bip, bup, bop, shop, flyer. Bip, bup, bop, shop, der hurdy is weer op verraad. Kom naar der burp shop om... te kijken. Verkrijgbaar op bibbibobshop.nl, dames en heren. Hij is er weer. Hij was heel snel uitverkocht, de hoodie. Maar de bibbibobhurdy is er weer. Kijk eens eventjes. Ik heb hem ook gewoon aan. De t-shirt is ook beschikbaar. Die heb ik ook aan. Weet je wat? Die laat ik ook wel even zien. Kijkt u eens. Dit is de Bob t-shirt. En voor de mensen die het trouwens gemist hebben, ik laat hier even een fotootje zien van de hoodie. Dit is natuurlijk Bob's hoodie die hij aan heeft, die wij in de game aan hebben. En daar staat op, ze noemen mij ook wel Bip of Bep of Bup of Burp of Bob. Burp. Het is Bob's eigen design als fashion designer. Mocht je hem willen checken, check woutershop.nl. En ja, we moesten eigenlijk, zei hij, naar de shop gaan om daar te kijken, toch? Nou, zullen we een kijkje nemen? Gaan we daarna de netherite doen? Ik vind wel, okay, dat Bob dit heeft verdiend. Ja, even kijken. Met zijn natte hurdy. We hebben trouwens echt nooit verder regen gehad hier, hè? Het is echt alleen maar nu we dat, nou ja, blok eruit hebben gehaald. En je hebt het over geen regen. We hebben ook nog nooit... Hier magma bloks op de grond gehad. We zijn even warm binnen. Kijk eens eventjes, jongens. Ja, de bip-bip-popje op. En we hebben natuurlijk voor Bob ook zijn aardappel omgeruild. Heeft hij hem al gezien? Nee, ik denk niet dat hij het heeft gezien. Ik denk dat hij alleen druk bezig was met de flyers en weg te rennen. Oh, zo. Ik dacht, ik hoor een zombie, maar dat is die papegaai natuurlijk. Ja, die maken soms geluiden van de beesten in de buurt. Echt? Ja. Oh, dat wist ik helemaal niet. Kom, we gaan naar buiten. Dus dan zijn er zombies. Skeletors. Huh, maar het is overdag. Oh ja. Hoe kan dat nou? Man. Is dit een server? Server, wil je alsjeblieft niet skeletons inspannen? Het zijn er veel. Oh jee. Kijk nou wat er in de chat staat. Zag je dat? Nee. Er stond Parrot was slain. Oh, echt? Een papegaai. Oh, by Deadly Dodo. Oh, dat zie je waarschijnlijk alleen maar als je eigen papegaaitje doodgaat. Oh. Dus wij zijn allebei onze papegaai kwijt. Nou, bedankt, server. Echt? Oh, het wordt nu ook nog nacht. Kom, we gaan snel die netherite gear fixen. Hoe wordt hij nou nog bozer? Ja, ik wil net zeggen, we moeten wegwijzen hier. Oké, okay, niet boos worden, server. Niet boos worden, server. Je het bent lief. Ons. Lief, servertje. Lief, wat heb je mooie... Code vandaag. Wat is je 1011011? Mooi. Oké, okay, ik weet niet of dat hielp. Oké, okay, ik denk niet dat het hielp.
Huh? Ik denk niet dat het hielp. Oh jee, moeten we dit inbouwen? Oh, nou denkt hij dat je er grapjes over maakt. Het was geen grapje, ik vond het echt mooi. Ja. Oké, ik ga nu wel blok gebruiken, want ik heb wel zoiets van... We zitten nu in de shizzle, ja, maar we hebben echt wel een netherite ingot. Oké, maak je voor ons allebei een goede gear dan? Ja, ik heb hier een breaking... Oh nee, trouwens, we hebben natuurlijk al een mooi chest piece. Ja, wat hebben we nodig? Kijk nou wat er staat! Jeetje, ik laat me schrikken. Ja, ik schrik ook! Kijk dan! Oké. Nou, we kunnen wel goed levelen met al die beesten buiten. Je dat moet is toch zo'n wither? Kom hier. Oh jee, Maisha die naar buiten gaat. Oh. Het een ja, laat ze binnen. Oh. Nee, ik wil ze niet binnen. Oh, au. Oh, Libby, deze doen echt veel damage. Oh, ik moet mijn dinges pakken. Mijn, hoe heet het? Totem. Ja, mijn totem. Zo, graag. Ja. Oh jee, oké. Laten we eerst die gear maken. Hier is er nog één. Silk touch. Oh, een heks. Hoe komt hij binnen? Nou ja, de server die kan waarschijnlijk alles doen wat hij wil. Oké, Livie, we moeten dat een gear maken. Ik kom eens naar binnen, joh. Ja, ik weet het. Ze komen ook naar binnen als er ineens een heks boven staat. Ja, maar dan kunnen we toch beter... Oh, ze komen uit onze chest room. Oh nee, is hier iemand? Oh, ik heb veel damage. Oké, Oh, jeetje. We moeten... We zijn echt... Kun je niet zo schrikken? Ik heb nog maar anderhalf hartje. We moeten een enchantment erop zetten. Zeker een breaking of zo. Want dan kunnen we die netherite dingen veel langer gebruiken. Oké, dan pak ik hier even een protection iron helm. Want ik heb wel iets nodig. Ik heb hier nog eentje. Kijk eens eventjes. Wat is er? Dit is insane. Dit is het zo waard. Oh, protection 3 en een breaking 3. Ja. Nice. Oh, netherite boots. Oh, nice. Maar hoe heb je dat nu net gedaan dan? Nou ja, ik had gewoon nog die diamond boots met enchantment erop. En daarom, we moeten zorgen dat... Hoeveel experience heb jij? 35, dus ik kan sowieso iets doen. Nou, laten we dan daarheen gaan. Dat is mega veel. Ik zit even te kijken naar de dingen die al geenchant zijn. Nou, let's go dan. Ik doe mijn rode digium doe ik eventjes hier veilig. Ik hoor ook beesten die ik niet ken. Wat dan? Beesten die je niet kent? Oh, Wat is er? Hier is hij. Ja, die skulls die zitten hier nog steeds. Oké, ik ga snel door. Oh, ik ben helemaal verslomd. Oh, jee. Ik ben ook heel slap. Oh, niet doodgaan. Ik moet een golden apple of zo regelen. Oh jee. Oh, wat niet ben doodgaan. Ik sloom. Niet doodgaan. We hebben broeken nodig. 1 broek. Ja. 2 broek. Ik geef ze aan jou. Heb je ook... Veel plezier ermee. Ik ben... Nee, ik heb spul nodig. Mijn boompje. Die is te razen genomen door de server. Oh, dat vind je wel leuk. Nee. Dit is echt meer een zoeksimulator dan dat we dingen hebben. Zo de you. Waarom kan jij niet ze enchanten? Je kan ze... Oh, lapis heb je nodig. Ja! Maar die zit toch gewoon... Zat die niet in de chest? Nee! Er is hier binnen. Er is hier binnen lava. We kunnen niet meer bij die kisten. Oh, nee. Maar ik heb het, ik heb het. Oké. Ik ga het snel pakken. Golden apples? Iemand? Ja, in het gouden... In de gouden plek ding. Hoe heet het? Ik ben helemaal hysterisch. Ik kan niet meer nadenken. In de gouden plek ding. In de gouden plek ding. Oh, ik heb protection 3. Oh, let's go. En fire protection 3. Is dat goed? Sure. Op zich, protection 3 is gewoon top. Oké, heb ik. Even kijken. Je zei in het gouden ding? Ja, we hebben een gouden chest. Zit het daar misschien in? Oh, ja. Er zitten maar 2 appels in. Nou ja, beter dan niets. Dat is waar. Oh, is dat nee. Met... ingots of met deze dingen eromheen? Oh, shoot. Het is ingots. Kijk hier. Deze is voor jou. Even kijken. Ik pak nog even deze. Oké, ik moet hier even wat spullen ingooien. Ik hoop echt ik niet hoor dat weer hij beesten. Hier ik hoor weer beesten. Iets gaat doen. Bij de Hall of Fame? Oh ja, de Hall of Fame moeten we nog... Doe die deur dicht! Doe die deur dicht! Ja, hoe? Dat kan niet. Oh, nee. Oh, dat was echt niet handig. Maar we moeten eigenlijk wel naar de Hall of Fame toe. Ja, nee, doe dan niet die deur weer open. Dat doe ik niet. Jij doet niet de deur open. Nee. Jeez. Dat doe ik echt niet. Ik was hier achter. Oh, nee. Ja, ik weet het toch niet. Soms doe je wel rare dingen, hoor. Kijk nou. Oh, nee. Ja, ik ben die appels aan het maken. Een heks. Oh, nee. Zag je dat de deur open ging? Oh, er is een heks hier binnen. Oh, nee, jij bent het. Oh. Wacht, kom hier. Oh, ja, kijk daar... nou. Weer. Au, verdorie. Oh, dit is echt geen handige plek om te vechten. Even kijken, jij hebt mij dit gegeven. Er zit alleen protection 3. Nou, so be it. We kunnen altijd nog een breaking erop zetten, alsjeblieft. Dankjewel. Je hebt toch niet 3 gebruikt voor die, voor die flame 3, hè? Heb je 3 levels gebruikt daarvoor?
Ja. Maar ik kan nu nog een keer, want ik heb weer 30. Oh, nice. Oké, okay, top. Oh ja, ik ben ook al inderdaad een paar levels omhoog. Even kijken, dan moeten we een helmpje doen. Ja, of een broek voor mij, want die fire protection is niet zo goed. Dus ik maak een broekje en een helm. Kan je kijken welke van de twee een betere heeft? Ja. Oké, okay, we gaan weer naar buiten. Ik hoop niet dat hij ons komt storen. Wanneer zou dit ophouden? Ik weet ook niet of het zoals een zure appel is waar je gewoon doorheen moet bijten. En uiteindelijk stopt het gewoon. Wat hoor ik? Wat hoor ik? Oh, hier langs de zijkant. Wat? Snel, snel, snel. Enchant gaat die. Oh, ja, maar... even kijken. Protection 3 of Unbreaking 2? Protection 3. Protection 3. Oh, en moet je kijken wat erbij zit. En wat nog meer? Oh. Helemaal perfect. Super. Perfect. Oké, okay, bij de Diamond Helm weet ik het dus niet. Oh jee, nog meer. Oh jee, er is nog meer lava. Ik denk dat lava. We meer moeten levelen. Oh, maar dit is zo chill, hé. Maar neem jij deze dan, want deze is sterker. Oké. Okay. En jij hebt ze gemaakt. Oh, dat maakt niet uit. Hij was voor jou. Ah, nee, maar ik heb al een hele goede broek. Oké. Okay. Oh, dit is nou, zoveel beter. Kom erop. Ik hoef alleen nog maar een helm van Netherite. En ik we ook. Zitten goed. Au. Au. Zeg nou niet tegen de server, kom grapje. Op. Het was een grapje. Waar moesten we heen? De Hall of Fame, hè? Ja, ik heb de Hall of Fame en daar heb ik een hele leuke voor vandaag. Wat gebeurt er? Is de Hall of Fame boven tegenwoordig? Ga naar het zwembad, naar het zwembad, naar het zwembad. Wat gebeurt er? Is dit normaal in Minecraft? Weet iemand dit? Oh nee, er zit iets in het water. Een charge creeper. Oh, maar ik wil eigenlijk... Ik weet niet, hoe lang ga ik nog vliegen? Oh, niet zo lang. Mijn totem is afgegaan. En ik val in de lava. Oh nee, dat gaat helemaal vast. Jeez, wat een explosie. Hoe is je totem afgegaan? Waarom viel je niet in het water? Ik was onderweg naar het andere zwembad. Oh, Flippy. En toen zag ik jou hier en toen denk ik, oh, dan ga ik daarheen. En toen was het hele midden. Kom daar binnen, joh, mafkees. Oh, kom. Oh, oké. Oh, nee. Nou. Wie zit er op de Hall of Fame vandaag? De meest chaotische aflevering tot nu toe. Allard die hier zegt... Als je bamboe in de cactusfarm doet als brandmiddel... kost het je geen kool, mag ik op de Hall of Fame. Mijn naam is Allard. Oh, dat is wel slim. Ja, want wij hebben best wel veel bamboe. En bamboe kan je natuurlijk supersnel farmen en zo. Laten we even kijken of dat werkt. Ik ben wel benieuwd. Oké, dus dan pakken we wat bamboe. Ik denk wel dat we snel moeten zijn. Bam. Oh, shoot. Ik heb natuurlijk flame op mijn wapen of op mijn boog. Maar... Ja, het werkt. Oh, echt? Kan dat er gewoon in? Ja, hier, check. Oh, maar het brandt heel snel. Oh, wow, inderdaad. Het brandt wel heel snel. Dus dan heb je er zeg maar meerdere nodig per blokje. Nou ja, inderdaad. Maar op zich er komen... is het wel een goede... Oh! Iets... Wow. Nee. Wow. Oh, ik word echt zo vaak geraakt. Oh, wow. Heb jij dit wel een appel? Moeilijk. Ik heb er één. Nee, maar dat op zich gaat het wel. Hier, heb je een appel? Ik heb nog nooit zoveel phantoms gezien. Ik ook niet. Wow. Oh my. Oké, okay, we kunnen ze aan. Of gaan we naar binnen? Nee. We gaan nu gewoon de server laten zien. Bring it on! Ik had net al echt gelukt dat ik die totem had. Want, oh, wat is dit? Oh nee, dit is zo'n evoker. Of niet? Wat oh, is nee. Dat? Huh? Oh jee. What oh, dit zijn er... Dit is niet... Oh, wie is de echte? Huh? Wat zijn dit dan? Oh, dit is niet goed. Dit heb ik nog nooit gezien. Hoe moeten we wat ze killen? Wat zijn dit voor engers? Oh, let op je levens. Wacht, hier is er eentje met bubbels. Die moeten we volgens mij hebben. Oh, is hij onzichtbaar? Oh, nee. Ik ga dood. Oh, nee. Ik sta voor je. Even kijken. Kijk, ik heb hem geraakt. Oh, hij is neer. Is hij gewoon onzichtbaar? Ik weet het niet. Ja, ja. Ik heb hem. Oh ja, heb inderdaad. Hem. Je moet op de bubbel slaan. Oké, hij is dood. Oh my, ik heb niet veel eten en dingen meer. Ik heb wel heel veel eten voor je als je wil. Ja, we hebben die golden apples nodig. Ik heb hier nog eentje, wil je er een? Want ze focussen jou allemaal. Ja, dat is, dat heb ik ook gemerkt. Oh, je moet echt even kijken hoe je eruit ziet. Oh my god. Server, wat doe je? Oh. Wat okay. Is er? Nou, er komt opeens allemaal spul onder ons. Oh nee. Oh. Oh, de bamboe gaat nog kapot. Meer. Oh, dat is niet erg, want dat kunnen we niet gebruiken. Ja, hey, dankjewel, server. We weten toch vriendelijk. Oh jee, straks gaat hij het nog weer doen. Welk level ben je? 27. Oei, oh, Oké, dit is... Wat is er? Oh, ligt een beetje van lava. Oh, naar het zwembad. Wow. Wijs helemaal naar beneden om te... Oh. Oké, okay, ga naar de zee. Naar de zee is veiliger. Naar jeetje, de zee. Wat zijn we hoog. Oh, wow. What?
Handjes in de lucht. Oh. Oh, niet die beesten. Wat gebeurt hier? Niet die beesten. Dit is echt intens. Kijk nou, wat is dit? Oh, dat is een gat. Hè? Hoe komt dit hier? Ons hele eiland gaat kapot. Server. Oh, hoe kunnen we de server intense weer blij maken? Wat is nou iets? Moeten we het teruggeven? Is er iets wat ons dierbaar is wat we terug in die kist kunnen doen? Ik denk dat we dat moeten doen. Wow, ik denk dat we iets dierbaars terug moeten leggen in de kist. Oké, laten we snel kijken. Oh. Wat is ons dierbaar? Het digium jeetje kunnen we niet doen. Ik heb echt geen idee. Is het dat niet is mijn dierbaar? Een hengel. Een hengel? We hebben hier een visie hengel. Denk je dat je de server voor de gek kan houden? Moet ik mijn ultimate hengel doen? Ik weet het niet. Misschien dat het laat ophouden. Dat is toch wel het meest dierbare wat we hebben. Oh, maar moet je zien hoe goed die is? Die wil ik eigenlijk helemaal niet wegdoen. Ja, maar denk aan al de netherite die we hebben. Kijk naar onze gear. En kijk wat er hier gebeurt. Kijk daar, dus ze buiten wat staan. Wat zijn dat? Die heb ik nog nooit achter gezien. Achter is het een heks. Help. Oh, liefie, ik denk echt dat we dat moeten doen. Schatie, ik denk echt dat we dat moeten doen. Wow, oké. Ik ga hem erheen brengen. Oké. Oké, maar dit loopt uit de klauwen. Ben je met me eens, toch? Ja, laten we het doen. Is goed. Oh, jee. Sorry, server. Oké, ik leg het erin. Oké. En hij zit erin. Server. Dit is ons meest dierbare. Ja? Het werkt! No way, dat werkt? Wow! Maar dat betekent wel dat we niet meer je hengel eruit kunnen halen. Ja, we kunnen proberen als ik hem nu eruit haal om te kijken of het weer gaat regenen. Oké, nou. Oké. Ik pak hem eruit in 3, 2, 1. Oké, ik heb hem. Oh nee, you're kidding me. Oké, ik ga hem terugleggen. Het spijt me, liefie. Hij zit er weer in. Oké. Maar, hey, eerlijk is eerlijk. Een hengel... Dit is echt... Voor een netherite blok. Ja, maar het is de ultimate hengel, hè? Ja, ik weet het. Oh, het lava is ook weg. Het is nu nog aan het wegstromen. Oh, gelukkig. Heb jij gezien wat voor chaos daar kwam? Ik heb echt allemaal dingen gezien die ik nog nooit in Minecraft heb gezien. Laten wij dit nooit meer doen als we een challenge hebben en een item pakken. We hebben ervan geleerd. Jeetje, ik heb volgens mij echt iedereen's oren van hun hoofd geschreeuwd. Dit was echt heel erg. Intens. Jongens, mocht jij onze serie nog niet kennen en ons kanaal, volg ons wel. Elke maandag, woensdag en vrijdag komt een nieuwe aflevering online. Morgen zaterdag komt er om 7 uur een nieuwe nieuwsbrief van de Dodo Club met een nieuwe exclusieve video. Dus heb je je nog niet aangemeld op de Dodo Club, doe dat dan. Ik verzeker, het is hartstikke gratis. En je krijgt dus een extra video morgen om 7 uur via die nieuwsbrief. En check even de bibbibbobshop.nl of watershop.nl voor de Bob merch. Want Bob kwam ook gewoon door de chaos langs, hè? Ja, dat was wel leuk. Maar hij wou wel heel snel weg met die hoodie die nat werd. Yep. Wat een baas. Jongens, check het even. Woutershop.nl. En tot de volgende video. Doei doei. Ciao.